Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlies en ik heb weer een boodschappen shoplogje gefilmd. Het is nu, als ik de boodschappen heb gedaan, nu dus, herfstvakantie. Dus we hebben een hele week geen kinderen. Dus deze boodschappenhal is, ja, anders dat het dan best wel steeds vrij fors is, eigenlijk gewoon regel 2 mensen, hoewel ik wel een aantal dingen heb gehaald alvast verschoven als ze volgende week terug zijn. Want ik ga pas volgende week donderdag weer boodschappen, dus ik heb het wel voor een hele week. Vind je boodschappen shoplogjes nou leuk? Geef dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen. Om te beginnen heb ik voor vanavond nog een biefstukje liggen. En nog broccoli en aardappelkroketjes. Het was nog gewoon over van vorige week. Dus dat hebben we dan vanavond. Maar we eten ook een keertje nasi met saté en dan wat kroephoek. We eten een keertje erwtensoep met rookworst en spekjes. Er zit een pakket onder. Het is wel makkelijk, want dan heb je precies genoeg. En wat ik over heb, kan ik dan even zo weer invriezen. We eten een keertje bloemkool met gebakken aardappeltjes en een cordon bleu. Misschien dat de gebakken aardappeltjes invriezen, omdat we er gewoon normale aardappels bij eten. Maar ik dacht, pak hem gewoon mee. Ik heb deze meegenomen, want die waren in de aanbieding. Ga ik even roosteren. Dat kan ik dan doen en dat kan ik dan even bij mijn sla, bij mijn wrap. Nog een paar avonddiensten heb. Komt dat vast wel op. Ik wil ook weer een courgette, wortel en paprika vulling maken met hummus in een wrap. Dus dan kan ik het ook nog een beetje als snack of om mijn salade of in die wrap opeten. En voor Pascal heb ik een keertje lasagne meegenomen. Die kan waarschijnlijk nog wel een keertje ertessoep eten en misschien een beetje van dit. Met wat shawarma, want ik heb ook shawarma gehaald. Ook met de ijsbergsla en met pita broodjes natuurlijk. Dus de ijsbergsla, die kan hier en daar overal bij. Deze was nu 30% goedkoper, want die zijn bijna over de datum. Dus ik dacht, ik ga die gewoon in porties invriezen. En dan kan ik ze door de midden snijden en door mijn salade op in de wrap. Of wanneer ik proteïnesnackje wil. Cottage cheese voor mijn beschuitje met ei, als ik dat weer wil. Graste kaas voor de macaroni. Want ik heb wel macaroni spullen gekocht, maar niet gehakt. Want dat heb ik nog in de vriezer liggen. Chocopasta aangevuld, jam aanvullen, roomboot aanvullen, hagelslag wordt aangevuld. Kaas hebben we nu nog wel een half blok van, het gaat ons hard genoeg. Dus dat heb ik ook gehaald. Pita broodjes voor de shawarma. Trouwens heb ik een grote bak shawarma gekocht, want ook dat kan ik door de helft doen. Kan ik als lunch meenemen, kan ik als avondeten meenemen, noem maar op. Extra beleg. Broodjes voor bij de erwtensoep, de tia wrap, zoals gezegd, voor bij de courgette mix. Of voor, pas op, extra skeers, want die waren bijna op. Dat is altijd handig voor tussendoor. Komkommer voor bij mijn salades of voor tussendoor bij de hummus. Tomaatjes, want ik ga dan verse macaroni saus maken. Dus dat is dan lekker. Daar heb ik ook een paprika voor nodig. Daar zo. Oh, en de knoflook. Die heb ik nog niet aangewezen, maar daar heb ik ook knoflook voor. Dus dat is dan helemaal lekker. We hebben mini tomaatjes om op te snacken. Toffees, die zijn makkelijk. Gewoon voor lekker chocoladetrek. Ik heb alvast kaartips gehad voor volgende week als die kinderen weer terug zijn. Net als pakjes drinken en fruitbars. Natuurlijk mandarijnen en kiwi, want hier is ontzettend veel vitamine C in. Kan geen kwaad als je wat zieker aan het worden bent. Want hier is echt heel erg die verkoudheid overal. En natuurlijk de chocolaatjes vanuit het avondeten. En speculaasbrok, want daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Al met al, ondanks dat we maar met 2 personen zijn, een heel ritje. Zie je maar weer dat je, ondanks dat je met 2 personen bent, nog best nog wel heel veel boodschappen soms in huis moet halen. Ik hoop dat jullie deze video weer interessant vonden. Wil je meer boodschappenlogjes zien? Kijk dan op de video hiernaast of op de playlist hieronder. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie daar zo.